Ik ben Tom Lassing. Ik ga het hebben over Neo Finance en wederom over de Autotrade, de auto investment. Dat is een hele mooie instelling. Daarmee kan je eigenlijk je account zo instellen dat hij precies die leningen uh, gaat innemen waar jij wel in wil zitten. En dat kan zijn met een onderpand of dat kan zijn een, een man of een vrouw een bepaalde leeftijd, een bepaalde hoeveelheid geld die ze lenen. Wat je maar wil, kan je instellen in die Autotrade. En zodra dan zo'n lening komt, dan wordt er gekeken van, goed, wie willen er dan meedoen? En uh, ja, dan kan niet iedereen daarin meedoen, want de lening kan vol raken. Hè? Als iemand maar 1000 euro wil lenen en er staat een autotreedsel 4000 euro aan potentieel open, dan gaat niet iedereen mee, dat zou je begrijpen. Maar dan draai je in de volgende ronde mee. Nou, en uh, eigenlijk is dit een hele mooie manier om door één keer het in te stellen, het automatisch te laten verlopen. Alleen nou is mijn ervaring. ...en die ervaring delen heel veel anderen ook... ...dat die autotreed eh, niet altijd even effectief is. En de reden daarvoor is dat heel veel mensen geld willen hebben... ...terwijl ze eigenlijk niet goed voor het geld zijn. En dat is een beetje lullig gezegd, maar die gaan geld lenen... ...omdat ze in de problemen zijn. Maar waarom zijn ze in de problemen? Omdat ze niks hebben. Ja, en als je dan die mensen geld gaat uitlenen... ...en ze geven dat geld ook weer uit... ...dan zeggen ze, ja, sorry, ik heb niks meer... Ik laat me wel failliet verklaren. Nou, als jij geld wil uitlenen, dan wil je wel dat dat geld naar jou terugkomt. En uh, dus wil je een stukje onderpand, je wil een stukje zekerheid. En je wil het niet in een bodemloze put gooien. Eh, dus het is niet zo dat we zeggen van, uh, hier is het geld en kijk maar. Tenminste, ik niet. Betekent wel dat de hoeveelheid leningen die degelijk zijn, natuurlijk ten opzichte van het totaal, Vrij gering zijn. Hè? Want als je geld hebt, dan hoef je geen geld te lenen. Dus ja, dat is ook weer zo'n punt. Je geeft natuurlijk wel geld weg aan mensen die het nodig hebben. Alleen is de vraag, van, ja, wat hebben ze daar tegenover staan? Hè? Hoe lang hebben ze die baan al, waar het iedere maand dan toch een stukje inkomen komt? Hebben ze een eigen huis? Hebben ze een auto? Zijn er anderen afhankelijk van hun, bijvoorbeeld kinderen of een partner? Of zijn ze alleen? Dat nou, zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn. En als je nou merkt dat jouw autotreed niet meer zo goed werkt, dan kijk je als eerste naar de rente, of die nog wel goed is. We hebben nu gezien dat de rente enorm gedaald is in Litouwen. En dat betekent dat als jij autotreed hebt ingesteld van een bepaalde range, dan kan, het. Ja, dan kan het zijn dat die range niet meer actueel is. Dus dat is het eerste wat je moet doen. Daar heb ik al eens een video over gemaakt laatst. Een ander puntje wat je kan doen is per treed het bedrag omhoog halen. Ik doe zelf 25 euro per automatische trade. Maar daar kan je natuurlijk ook 50 euro voor maken. Dan heb je misschien minder leningen. Maar iedere lening die dan gaat, die is wel wat groter. En zo kom je dan toch aan je bedrag. Dus dat is even een afweging eh, die je moet maken. Maar eerst moet je kijken of jouw autotreed nog wel goed staat ten opzichte van de rente. En het tweede is dan, ja, overweeg dat. En er is nog een derde mogelijkheid. Maar daar ben ik niet zo'n voorstander van. Dat is om... Eigenlijk je voorwaarden wat te versoepelen. Maar ja, dan ga je meer risico nemen. Dan ga je het uitlenen aan mensen waarvan je eerder hebt gezegd: ja, eigenlijk wil ik daar niet aan uitlenen, want ik vind dat onzeker. Het is wel jouw geld. Hè? Dus in die zin, als het weg is, is het weg. En dat is ook zonde. Dus ik ben niet zo'n voorstander van die uh, voorwaarden versoepelen. Dan liever het bedrag per auto omhoog. Dat is mijn opzet. Um, kijk op www.p2pfinance.nl voor een Nederlandstalige uitleg. Het is geen mooie site, ik geef het toe. Maar er staat wel heel veel informatie uh, staat erin. En als je nog geen abonnement op dit uh, kanaal hebt, abonneer je dan op. Druk op dat belletje en dan krijg je notificatie als ik weer iets heb, uh, heb geüpload. Ge en um, kijk ook bij het beursbox nieuwsbrief of je die al hebt. Heb je die niet neem dan een abonnement op de nieuwsbrief, dan krijg je dagelijks daarover een, een nieuwsbrief. Een like op deze video is ook hartstikke mooi. En heb je vragen, zet die dan onder deze video, dan zal ik die beantwoorden. Beantwoord uh, soms via ook die plek en soms maak ik ook gewoon een hele nieuwe video. Want op zich vind ik het ook heel leuk om te doen. Dan laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.